Dames en heren, hartelijk welkom in Theater de Tobbe in Voorburg bij Zo was 2011. In een rap tempo kijken we terug op het afgelopen jaar. Ontvangt u hem met een geweldig applaus. Hier is Jeroen Smits. Goedenavond. Zo. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ook dames en heren, jongens en meisjes thuis. Een hele goede avond en hartelijk welkom. Hebben jullie zin in? Ja! Nou, dat is niet slecht, hè? Dat is niet slecht. We gaan terugkijken op Zo was 2011. We gaan het een en ander behandelen. Natuurlijk niet alles, want er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. En dan zou ik hier over een uur of drie, vier nog staan. En ik geloof niet dat jullie daarop zitten te wachten. Nee, heel goed, dankjewel. Dat is de één grappenmaker binnen, die zit de derde rij links. We gaan zo het licht even aan en eens even kijken hoe die man er precies uitziet. Ja, kijk. Dat valt even tegen. Ik doe maar weer snel uit, want... Goed mensen, 2011, ik zeg het, ik kijk er dus op terug. We gaan het in rap tempo doen. Ik hoop echter wel dat u hier vanavond aanwezig een beetje het nieuws gevolgd heeft, kranten gelezen. Het wordt al wat minder, hè? Het wordt al wat minder enthousiast, hè? Behalve dan de eerste twee rijen zie ik verder helemaal niemand. Dus die eerste twee rijen die zijn dan ook goed aan de beurt. Dan weet je dat gelijk. Ja, die kunnen gelijk, wat mij betreft, dan weet je dat. Dan weet je in ieder geval gelijk waar je aan toe bent. Toen ik vanochtend wakker werd, toen dacht ik van, dit wordt een goede dag. En toen kwam ik vanmiddag hier het theater binnen en toen dacht ik, dit wordt een hele goede dag. Want toen zag ik al die stoelen wetende dat die vanavond allemaal vol zouden zijn. En dat is toch leuk. 1750. Dat is toch, ik bedoel, het is geen carré, maar het is toch aardig, zeg ik. Bedankt. Ja, we doen het even anders dan u wellicht van mij gewend bent. We hakken hem namelijk in tweeën. We doen drie kwartier voor de pauze, een beetje blessuretijd. Dan gaan we 15 minuten rusten, bakje thee. En dan doen we drie kwartier en een beetje blessuretijd na de pauze. Zitten we ook lekker snel aan het bier. Dus, dus mocht je dit niet leuk vinden, heb je in ieder geval dat nog. Dan kun je daar in ieder geval... Kun je daar op richten. Het is toch een beetje een voetbalwedstrijd, twee keer drie kwartier. En dan kom je al snel uit bij Edgar Davids. En ik dacht van, weet je wat, ik laat dit jaar Edgar Davids mijn persberichten schrijven. Was geen succes, de idioot wilde elke keer opnieuw beginnen. Nou goed, die knippen we eruit. De eerste die valt al in het water. Ja. Het was een jaar, dames en heren, 2011, waarin een vader in Breda wordt neergestoken onder het toeziend oog van zijn kinderen, omdat hij tegen een automobilist zegt dat hij asociaal rijdt. Het is het jaar 2011 waarin wij, onze kinderen voor kinderen, nog steeds zingen dat ze graag op een onbewoond eiland willen zijn, maar ze daar in Noorwegen toch echt anders over denken. Dat is wel leuk, hè? Als je vijf avonden speelt, dan weet je precies waar de oetjes en de aartjes komen. Hè? Laat hem lekker doorkomen, die oetjes en die aartjes. Het was ook het jaar, dames en heren, waarin Bassie en Adriaan niet alleen op DVD te zien zijn, maar ook gewoon in de Tweede Kamer. Ja. En het was het jaar waarin wij voor 7,4 miljard een nieuw volkslied kochten. Vergeet Jan Smit. Vergeet ook Dries Roelvink, dat is dan wel weer positief. 7,4 miljard hebben wij, u en ik, betaald aan de Grieken. Nou, daar zijn we blij mee, hoor ik, een aantal. En dan denk ik, dames en heren, 7,4 miljard. Dat is veel geld. Dat is heel veel geld. En ik ga vanavond de beide handen de jongen uithangen. Ik ga vanavond oplossingen zoeken. Ik ga meningen geven. Daar ben ik onwijs goed in. En het eerste wat ik ga doen is vertellen dat het ook goedkoper had gekund dan 7,4 miljard. Het is namelijk een mooie, mooie woensdagmiddag. Ga je nog spelen voor die 6800 euro per dag of niet? Het is een mooie woensdagmiddag ergens in een klein dorpje op een Grieks eiland. De mensen zitten binnen, hebben schulden, komen niet buiten, de terrassen zijn leeg en er gebeurt helemaal niets. Een welgestelde Nederlander, ene meneer De Jager, die loopt door het Griekse dorp en wandelt het plaatselijke hotel binnen. Hij loopt naar de balie en vraagt of hij tegen betaling van 100 euro borg even de kamers mag bekijken om te bezien of hij daar zou willen overnachten.
Hij legt de 100 euro neer, neemt 5 kamersleutels mee en rent de trap op naar boven. Op dat moment pakt de hoteleigenaar de 100 euro en rent naar de slager en betaalt daar zijn vlees. De slager neemt de 100 euro mee, gaat naar de bakker en betaalt zijn brood. De bakker pakt de 100 euro en gaat naar de boer om zijn groenten te betalen. De boer die had nog een rekening openstaan in de kroeg en die betaalt de kroegbaas. Daar zit een hoer aan de bar. Die kreeg ook nog 100 euro en de kroegbaas geeft de 100 euro aan de hoer. De hoer rent snel naar het hotel, want die had nog wel wat hotelkamertjes geboekt. En legt de 100 euro op de balie in het hotel. Op dat moment komt de jager de trap af naar beneden en zegt dat de kamers hem niet aanstaan. Hij neemt de 100 euro mee. Er is niks gebeurd, maar heel Griekenland viert feest. Wij werden in Europa, wij werden in de wereld in 2011 opgeschrikt door een imoon. Iets wat sneller ging dan het licht. En iedereen was daarmee bezig. Einsteins theorie viel om. En hebben die Grieken helemaal voor in een deuk gelegen. Die hadden zoiets van, waar maken jullie nou druk om? Sneller dan het licht. Dat kennen wij al jaren. Onze staatsschuld ging al jaren sneller dan het licht. In Griekenland. En ik ben altijd, als dat zoiets gebeurt, en daar moet u mij niet verkeerd in begrijpen, ben ik altijd bang dat wij dan zeg maar uiteindelijk de ellende hebben. Die hebben we ook gekregen. Maar dat ik ook dacht van, het gaat allemaal hierheen komen. Het gaat allemaal op zoek naar werk. Het gaat allemaal op zoek naar rijkdom. En ik zit in de kroeg en ik zie een meisje zitten. En die had een goud blokje gekocht en met een figuurzaag aan het zagen gegaan. En die had dat aan een ketting omgehangen. En ik zat te kijken. Ik denk, ja, dat staat er echt. Athena. Ik denk, dat is Athene. Zij komt uit Athene. Is hier naartoe. Ik zeg, hello, are you Greece? Ze zegt, wat is er? Ik zeg, kom je uit Griekenland? Ze zegt, nee. Ik zeg, maar daar hangt Athena aan je ketting. Ze zegt, nee, joh gek, ik heet Anita. Ik zeg, dan hangt je bord verkeerd om. Gooide ze mijn biertje om, liep ze boos weg. Kwam ze 2 minuten later terug. Ze zei, lul, ben net even naar het toilet geweest. Heb in de spiegel gekeken, maar staat gewoon Anita, hoor. Ja, Jan Kees de Jager, dames en heren, hij kwam dit jaar uit de kast. En Jan Kees die kocht als eerste de Kama Sutra en die dacht, ik ga naar Griekenland, ik laat me op mijn Grieks nemen. Jan Kees de Jager ging gebukt door het leven. En naaide u er ook bij in. Want ik heb dat eens uitgerekend. 7,4 miljard gedeeld door 16 miljoen inwoners, dat is €462,50 per hoofd van de bevolking. Dan ga ik ervan uit dat 50% van de Nederlanders geen belasting betaalt, is €231,25 per stoel. Hey. Er zitten geen rekenwonders hier in de zaal, geloof ik. Want scherp zijn jullie niet, hè? Want als je 462,50 daar de helft van maar belasting betaalt, dan is het dus meer per persoon. Maar goed, ik hoop wel dat je de rest van de show wel scherp blijft. Ja. Ik moet u zeggen, dames en heren, dat wij dit hadden kunnen weten. Wij hadden kunnen weten met z'n allen dat Griekenland ons ooit in de toekomst geld ging kosten. En dat heeft alles te maken met woordspelletjes die wij overal en nergens spelen. Woordfeut is een ontzettend populair spel geworden in 2011. En wij hadden kunnen weten dat Griekenland ons geld ging kosten. Het gaat trouwens wel heel snel. Ik ging hier vanmiddag sigaretten halen. Gooi een Griekse euro in die sigarettenautomaat. Die komt er dus gewoon uit, hè? Dus dat je dat weet, dat je niet probeert hier meer. Ik neem u daarvoor even mee, een jaar of 10 terug in de tijd. Toen presenteerde ik namelijk op de Nederlandse televisie van die geweldige programma's waar mensen echt voor thuis bleven. Nou kijk, ik wacht even, daar hadden we een nummer. 0909-0006. Daar hadden we een categorie dieren. Daar hadden we 1000 euro, daar hadden we een P, een K, een I. Een I en 3 letters. En dan moesten jullie thuis raden wat ik zocht. En dan was er niemand in Nederland die dat wist. En om het dan makkelijker te maken, zetten we een lettertje op de goede plaats. En dan had je ineens iemand aan de lijn en dan zei je, hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Frans. Hey Frans, waar ben je vandaan? Uit de school. Uit waar? School. Oh, je doet je naam eer aan, hoor ik. School. Hé, Frans, wat doe je in het dagelijks leven? Ik doe iets met de financiële detachering. Oh, oké. Hey, en je hebt de K op de juiste plek. Wat denk je dat het antwoord is? Krap. Wat zeg je? Krap. Krap. Ja, ja.
kat. Nee, je mag mij een antwoord geven. Hè? Nee, het is beide fout. Mag je bedanken voor het meedoen? Krokodil. Nee, ook niet goed. Hey, tot de volgende keer, ja? Kolibri. Nee, ook niet, kolibri. Hey, bedankt. Ik ga nu, het is klaar. Dag. Kameel. Nee, doei. Hey, Frans, mazzel, hè? Hoi. Nou ja, goed, dan kreeg je nog een letter. En om u dan maar een klein beetje gerust te stellen dat u in de auto terug weet wat het antwoord is, het was inderdaad kip. Maar als we dat nou met Griekenland doen, dan heb je dus 11 letters. Griekenland, 2 puntjes, 3 puntjes, 4 puntjes, 2 puntjes. 0909-0006, categorie kansloos tegen 7,4 miljard. We gaan een beetje goochelen met letters die van boven naar beneden vallen. Dames en heren, we hadden het kunnen weten. Griekenland, oftewel, er kan geld in, als u wist. Dan denk ik, als je dat nou toch een beetje had opgelet, dan had je dat toch geweten met z'n allen, of niet? Ik wil daar niks meer over kwijt. Ik ben helemaal klaar met Griekenland en alles wat daarmee te maken heeft. Het enige wat ik nog over Griekenland kwijt wil, is dat ik ongelooflijk blij ben dat hij de aankomende tour weer met mij meetoert. Al 12 jaar houdt hij het met mij uit. Hij is echt de enige met wie ik nog nooit ruzie heb gekregen. En dat is op zich al een hele prestatie. De man heeft een Griekse moeder, een Zwolse vader. Kijkt zijn ogen uit als hij in de grote stad is. Elektriciteit en stromend water. Dames en heren, geef me een groot applaus. Reiner van Rotterdam! Beetje scherp hè, vanavond, hè? Want van de week was helemaal ruk. Dames en heren. Hetgeen ook veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren, is dat u niet alleen bij mij op de website kaartjes kon kopen, maar ook in de verschillende theaters waar ik deze show speel. En dat heeft als nadeel voor mij dat ik niet precies weet wie er nou wel en wie er nu zeg maar niet aanwezig is. En daarom is het misschien wel aardig om even een klein beetje te peilen. Wie heeft er echt een goed jaar gehad? Ja. Wat is dit nou? Echt één! Eén! Nog één? Ja? Je hebt een goed jaar gehad? Je denkt het wel, maar je weet het niet zeker. Jezus, wie heeft er een slecht jaar gehad? Dat wordt een lekker zoutje vanavond. Godzidori zeg. Als je dat dan doet, hè, zoiets als dit, hè, dames en heren. Dan begint zo'n voorbereiding van zo'n show, zo'n terugblik. Dat begint al op 1 januari. Dan ga je dingen bij elkaar zoeken en opschrijven wat er nou feitelijk in de wereld allemaal gebeurt. En dan komt op een gegeven moment komt de zomer, dan maak je een tussenbalans en dan gaat het zo verder. En dan krijg je op een gegeven moment de maand oktober, november. En ik zette zo alles eens op een rij, alle gebeurtenissen printen ik eens uit. En toen dacht ik van jeetje, wat een raar jaar 2011. Ik denk dat het tijd wordt dat ik het jaar 2011 een naam ga geven. En het jaar 2011 wil ik dan ook het jaar geven van Lucille Werner. Het kon namelijk raar lopen. Kan je niet? Wel, toch? Jawel, nee, kan wel. Nee, joh, daarom. Nee, nou, oké, okay, dus dan weten we dat. 2011, het kan raar lopen. Het jaar van Lucille Werner. Ja. Het waren 365 mooie dagen. Of niet? Het was wat nat. Ah, mag geen naam hebben. Mag geen naam hebben. Het was wat nat. Het was zo nat. Want het was echt nat, mensen. Het was echt nat. Het was zo nat dat ik het überhaupt al heel knap vind dat jullie droog in die stoel zitten. Zo nat was het. Ja, laten we daar echt heel eerlijk over. En wat ik dan niet begrijp, als het zo nat is, dan is het niet gek dat er dingen uitlekken, toch? Maar wij hebben ons daar onwijs druk om gemaakt. Alles lekte uit. Regeerakkoorden, miljoenen nota's. Ik kreeg die van 2018 vanmiddag al over de mail trouwens. Evacuaties op een Libisch strand met een helikopter uit 1723 lekte ook uit. De plaszak van de NS lekte uit. Het enige wat niet uitlekte het afgelopen jaar was Tatjana.